Goedenavond, dames en heren. Welkom bij deze eerste live Q&A van Sterren op Limburg. Mijn naam is Chris en dit is Maarten. En, goeiedag Maarten. Goedenavond. Goedenavond. En ja, vanavond beginnen we hier eerst met het beantwoorden van de vragen die we binnen hebben gekregen. Met wat algemene informatie over de... Ja, over de algemene dingen. Gewoon, we moeten beginnen met de hobby, hè. We merken toch dat er heel veel moeite is. En we willen graag het proces jullie gaan verduidelijken. Want we hebben gemerkt, en we weten het ook, dat het gewoon heel erg lastig is om te beginnen. En we hopen dat het vanavond voor jullie iets duidelijker gaat worden. Dus blijf vooral kijken. Zullen we gewoon eens eentje gewoon als eerste doen? En dan gewoon lekker beginnen met een goede vraag. Zeer zeker. Vraag 1. Welke locatie is goed om te kijken? Ja, dat is een hele goede vraag. Het leuke is dat wij ook kunnen switchen momenteel tussen schermen. Dus wij gaan dan live even over naar, het heet een Light Pollution Map. Even wachten, komt er zo aan. Pizza. Yes. Als je namelijk Google gaat kijken, je gaat dan Light Pollution Map Europe. Dan kun je namelijk gaan checken waar in jouw omgeving gewoon de beste plek is. En nou is het leuke, is het belangrijk? Ja, dat is heel belangrijk. Daar gaan we dadelijk even op terugkomen. Maar eerst wil ik even dit probleem laten zien. En dan zien we dan hier, als je om je heen kijkt, zeg maar een beetje alles wat rood, oranje en geel is, dat is eigenlijk gewoon waardeloos om een beetje te kijken, om het zo te zeggen. Het kan wel, maar je hebt heel veel last van omgevingslicht. Nou, als je dan kijkt waar wij zo zitten hier, als sterrenwacht. Nou, het is natuurlijk mooi dat we voor het sterrenwacht zijn, maar je ziet, wij zitten in een behoorlijk slecht gedeelte. En eigenlijk de hele Benelux zo'n beetje is slecht momenteel. Ja, wat doen wij dan? Dan zul je denken van, ja goed, kun je dan niks zien? Jawel, je kan wat zien. Maar echt de moeilijke objecten om te kijken s'avonds, die zie je niet. En dat hebben we ook vaak met bezoekers die vragen dan, hey, maar waarom kan ik nou niet dat ene sterrenstelseltje zien? Nou, dat is gewoon om, vanwege het omgevingslicht. Wat wij gaan doen bij hobbyisten als we gaan kijken, dan moet ik even goed gaan spieken op de map, is dat wij hier naar de Ardennen gedeelte gaan in België, en het liefste eigenlijk hieronder. Hooggerad die kanten en lager, dit is heel goed. En de Duitse Eifel, dat is ook heel goed. Dan zie je, hier is het prima te doen. In Limburg zelf, als je hier uit de buurt komt, even iets meer inzoomen hier. En hij geeft het hier wel iets minder aan. Maar als je een keer wil, eigenlijk richting de kanten van Meer, hier. En je hebt een terziet, die kanten op kun je eigenlijk heel goed kijken. Dus om een goede locatie te vinden, kun je het beste deze map raadplegen. En daarop gewoon een goede locatie uitzoeken in de buurt. Maar je kunt, zoals gezegd, ook gewoon vanuit je achtertuin gaan kijken. Want de planeten, de maan, daar heeft het licht eigenlijk geen invloed op. Om het plat even te zeggen zo. Dus jij kunt gewoon mooi vanuit je achtertuin naar Jupiter kijken. En er zijn een paar heldere objecten, dat gaat ook nog wel lukken. Maar voor het grotere werk zul je echt naar een donkere plek moeten gaan. Yes. Nou, ik switch weer even terug naar het scherm. Zo. Zijn we weer. Ja, goed. Wat zei je net, Rocherad, Ardennen, het plaatje. Zo groot, hè. Dat is een hele leuke. Ja, maar zelfs in Zuid-Limburg, een meer of zo, als je even dichtbij wilt zijn, als je niet zegt van ik wil anderhalf uur naar de Ardennen rijden en zeker nu in de winter kan daar wel eens 10 centimeter sneeuw liggen. Ja, rij een beetje richting meer, die kant uit Terziet. Hè. Nou, dit is redelijk donker hemel, natuurlijk niet zwart, pikzwart, maar ja. En in de buurt. Volgende vraag. Even kijken, wat hebben we hier? Ja, met welke kijker kan ik sterrenstof zien? Een vrij recente vraag. Nou, het is eigenlijk leuk. Kijk, we krijgen heel vaak, misschien is het makkelijk om het gewoon meteen te starten, het thema van ja, als ik een telescoop heb kopen, wat moet ik kopen? Waar moet ik het kopen? En dat is eigenlijk een heel lastig proces. Dan ga je nou een paar stappen eigenlijk laten zien van goh, hoe pak ik dat aan en waar zitten de fouten? Dus we switchen wel even mooi van het scherm. Yes. En dan gaan we naar, kijk, er zijn meerdere sites, wij zelf werken samen met Ganymedes. Ganymedes ligt in Amstelveen.
hele goede winkel, maar ook heel specifiek qua bepaalde producten. En als voorbeeld nou even gaan we gewoon het spelletje spelen zoals je thuis ook zou doen. Namelijk telescoop kopen. Want dat ja, zou je eens eerst intekenen op Google. En dan kom je eigenlijk wel een beetje bij het probleem uit waar mensen tegenaan lopen. Namelijk, je krijgt een gigantisch aanbod en je ziet er bepaalde winkels staan. Conrad, Coolblue, Telescope Expert, Bol. Dat zijn fantastische webshops. Laten we dat niet even in twijfel strekken. Maar dat zijn niet de webshops waar je dit soort spullen moet kopen. En voor telescopen raad ik je echt aan. Ga alsjeblieft naar een gespecialiseerde winkel die er ook kennis van heeft. Dat is allemaal hartstikke leuk als je bij een Conrad en zoiets kan kopen. Maar vaak krijg je dan niet de juiste vakkennis bij. Wat wel een leuke winkel is. En die gaan we dan even gebruiken puur vanwege het gemak dat de website heel, heel overzichtelijk is. Is het volgende. Hij heet Astromarket. Ligt onder andere in Hasselt in België. En dit is eigenlijk gewoon een webshop waar heel veel amateurs hun spullen kopen. En je ziet hier al, als je hier belandt, nou ja, dat oogt natuurlijk al wat meer vakgerelateerder. Maar laten we eens kijken naar het eerste kopje telescopen. En als je dit dan opent, dan volgt het volgende probleem. Namelijk, ja, maar wat moet ik dan aanschaffen? Want ja, ik zie hier verschillende telescopen. Ik zie hier, het begint met een Schmidt Cassegrain of zoiets, denk je dan bij jezelf. Een refractor, apochromatisch, je ziet eigenlijk van alles staan. Om misschien dat eerder te begrijpen, is het misschien handig om eerst even, en dan leggen we even de twee meest gebruikte telescopen uit en de werking daarvan. Switchen we even terug weer naar ons eigen scherm. Live part main. Live part main, yes, daar zijn we. Want je hebt namelijk, even kijken, even zoeken. Er zijn twee simpele telescopen, eigenlijk de meest gebruikte systemen. Dat zijn namelijk de refractortelescoop, je herkent hem wel, dit soort dingen met een statief eronder. En dan hebben we het eigenlijk een beetje fout gedaan hier, want we hebben nu het heet Dobson, maar dat is eigenlijk gewoon hetzelfde idee als een Newton en een refractor. Wat is hier nou het verschil in tussen deze twee, ja, als jij hem vasthoudt? Het werkt eigenlijk als volgt. De refractor, dus al je telescopen wat de meeste van denken, hé, dat is een telescoop. Het bekende uiterlijk eigenlijk toch, voor iedere bezoeker, want dit linkse ding dat spreekt eigenlijk bijna niemand aan. Het schoolvoorbeeld. Nou, hoe werkt dit? Om het heel simpel te zeggen, hier voorin zit een lens. En eigenlijk wat deze telescoop doet, is het licht wat hier voorin komt, gaat die afbuigen naar het punt hieronder. En dan heb je een prismatje erin, waar je oculair, dus dit, hè, wat veel mensen lensjes noemen, die stop je hierin. En dan kun je kijken. Maar een Newton telescoop, het systeem Newton, werkt niet met lenzen, maar werkt met spiegels. En dat even goed kijken, hier onderin zit een grote vangspiegel. En hier in het midden zit nog een klein vangspiegeltje, als ik hem zo draai, kun je het zien. Je doet eigenlijk het licht, je boven, je focusering en je oculair in. Nou, wat is nou het grote verschil tussen die twee telescopen? Het heeft zich te maken met onder andere diameter. Mm-hmm. Heel simpel. Deze telescoopjes, en dan ga ik een beetje vloeken in de kerk. Ik mag eigenlijk niet wat ik nu ga zeggen, maar ik ga het toch zeggen. De refractortjes gebruiken we eigenlijk het meeste voor planeten, maan. Ja, ja. Helderpuntobjecten. Helderpuntobjecten, inderdaad. Als je wilt fotograferen, dan kun je er nog veel meer mee. En eigenlijk de Newtons, die gebruik je voor het grotere werk, de sterstelseltjes, de neveltjes, etcetera. Nou ja, die hebben doorgaans een grotere opening. Hè. Precies. Grote beeldveld zijn ook goedkoper, hè, voor het hoeveelheid licht dat ze normaal kunnen opvangen. Want lenzenkijkers zijn wat duurder als je ze vergelijkt met de diameter, wat je ervoor krijgt. En als je een grotere diameter wordt, is het ontzettend zwaar en log. Dat wel. En Newton systemen zijn gewoon klein en compact. Inderdaad goedkoper. En de vuistregel is altijd, als je een telescoop koopt, en je ziet ergens in de eerste advertentie staan, kan tot zoveel vergroten. Klik die webshop dan alsjeblieft heel hard weg. Ren ook een beetje heel hard weg, want daar gaat het helemaal niet om. Eigenlijk de objectief, simpel te zeggen, de diameter van je spiegel of van je lens is het allerbelangrijkste. Want dat is namelijk hoeveel het licht die je binnenkrijgt en hoeveel het wat je kan zien aan objecten. Vuistregel is wel met dit beestje.
dat je altijd zegt de maximale bruikbare vergroting is altijd 2 keer de diameter. Ja. Dus als je eentje pakt van, nou ja, deze is vrij klein, 7,6 centimeter denk ik. Nou, doe dat keer 2. 76 mm keer 2, kom je uit op ongeveer 152. Daar hebben we tegenwoordig gekeken. En ja, goed, 152 keer zou het ding kunnen vergroten, maar dan zit je echt een theoretische maximum. Ja. Ja, en dat zie je ook vaak, hè. Dan staat er heel mooi in de slogan, kan tot 400 keer vergroten. Verkijk je er niet op, want wegens omstandigheden, we hebben het net over licht gehad, maar je moet denken aan de atmosfeer waar je doorheen kijkt, is vaak in Nederland 200, misschien nog net 250 keer de maximale vergroting. Maar dan moet je ook al best een aardige telescoop hebben, wil je dat allemaal gaan doen. En, ja. Maar we hebben in ieder geval die twee beelden even helder. We gaan weer terug even naar onze webshop. Want nou kunnen we er wel iets mee. Want nu hebben we gezien, hey, de refractor, dat is het bekende, waarvan we dus weten het licht gaat van hier afgebogen naar daar. En we hebben de Newton. En we hebben daarbij ook nog, dat ga ik gelijk vertellen, de Dobson is eigenlijk ook een Newton systeem, alleen het staat op een ander monteringje en daarom heet het een Dobson. Eigenlijk het meest gebruikte is toch wel de Dobson met Newton systeem erin en ja, de achromaat en de apochromaat. En dan komt eigenlijk het probleem, want neem eens op, we klikken op Dobson. Aha, ja, wat moet ik nu gaan kopen? Je ziet het begin dan gelijk heel duur. Hè? We gaan van een kleine 1200 euro. En we kunnen het zo gek maken bijna als we zelf willen. Hè? We beginnen hier al 4000 euro plus. Chris, wat zou jij kopen? Zo'n goede eigenlijk. Ik zou klein beginnen, want het punt is dat je... Ik switch wel even terug naar het zichtbare beeld. Het punt is natuurlijk dat je... ik zou klein beginnen. Ja. Want als je meteen inderdaad een grote joekel van telescoop koopt, dan ja, die zijn vaak specifiek. Het punt is, ik ben wel mensen tegengekomen die kochten wel eens een mooie telescoop van 2.000, 3.000 euro. Die heel specifiek was op het bekijken van verre sterrenstelsels. En toen kwamen ze erachter van, ja, dat wil ik helemaal niet. Boeit me helemaal niet. En dan heb je wel iets wat mooi is, maar niet iets wat helemaal op jou past. Ik zou beginnen met een sterrenstof te zien, daar ga ik even uit gasnevels en zo. Ik zou met een kleine kijker beginnen, een kleine refractor bijvoorbeeld. Ja, dat ding waar je die sterrenkijker hebt, kind in, ook aanhangt. Nou, deze kijker, ja, dat is een mooie beginnerskijker, daar kun je heel goed de planeten mee zien, Jupiter, de maan, de zon, als je juist bescherming gebruikt, en Saturnus en dat soort dingen. En als je dan denkt van, god, ik wil ooit uitbreiden in de toekomst, dan kun je dat alsnog doen, want zo'n telescoop kost, geloof ik, 119 euro, iets in die klasse. Dus niet veel te veel geld en daar kun je goed mee op weg. Want ik denk dat iemand die net begint, die krijgt natuurlijk al die verwachtingen die hier op de dozen staan, om het zien, even hier niet, met al die mooie grote kleurrijke nevels. Dat is niet helemaal zo, daar komen we trouwens dadelijk op terug met een andere vraag die iemand vroeg. Ja. Dus ik zou, als ik met mijn dingen zou klein beginnen. Je moet jezelf altijd afvragen, de eerste vraag natuurlijk, ook aan ouders die kijken, wat is het budget wat ik ga uitgeven? Dus misschien wel de allerbelangrijkste. Dit is een hobby, je kunt het zo gek maken, je kunt voor 200 euro, 300 euro, maar je kunt ook voor 15.000 euro de score kopen. Ja, dat kan ook. Het is dus wat de gekte van maakt, zeggen we in iedere hobby, en het is ook hier zo. Daarnaast moet je kijken van, goh, welke omgeving zit ik, wat is relevant? Kijk, je kunt wel een gigantische telescoop kopen. Mm-hmm. Als je in een lichtvervuilde omgeving zit, om het even heel lastig te maken qua techniek, en je hebt een gigantische telescoop, haal je ook heel veel vervuilingslicht naar binnen. Ja, en dan zou je toch wel filters moeten gaan kopen om dat weg te krijgen, dan ben je nog duur uit. Dat is één. Ten tweede moet je denken, wat kan ik tillen? Want je moet natuurlijk ook denken, een telescoop moet je altijd keurig van binnen naar buiten. Tenzij een sterrenwacht gemaakt hebt, maar laten we er even niet van uitgaan. Nee, die heeft niet iedereen. Dus je zult van binnen naar buiten iets moeten tillen. Ik noem even een voorbeeld, Bas van 8 jaar. Een Bas van 8 jaar krijg je een telescoop van 15 kilo naar buiten gedeeld. Nee, dat gaat heel lastig worden. Dus daarom is het altijd een concessie, bedrag, wat weegt het, voor wie is het, ja, en wat wil ik er ook mee gaan doen? Wil ik planeten gaan kijken? Inderdaad, denk dan aan zo'n simpel... Trouwens, onderschat dit ook niet, hè? De verrekijker. Ja. De verrekijker, ja goed, die krijg je nog te kopen. Meestal Lidl, die had die verrekijkers, maar daar heb ik verschillende verhalen over gehoord. Maar in ieder geval, soms hebben ze die in aanbieding voor 25 euro. Verwacht dan niet
top-notch kwaliteit van, maar het is mooi om te beginnen om naar de maan te kijken en naar de diertjes. Ja, ja, verrekijkers eigenlijk. Kijk, iedereen zegt en sterrenhoop en dat soort dingen. Ja, iedereen zegt natuurlijk wel, goh, ik moet gelijk een telescoop kopen. Tuurlijk, ja. Dat wil je, dat wilden wij ook in het begin. Maar dat is natuurlijk wel relevant. En dan komt het leuke dat je weet waar je naar kijkt. Ja. Want we hebben nu voor donkere plekken gehad. En we weten een heel klein beetje al telescopen, waar we daar nog even iets dieper op in zullen gaan. Maar hoe weet je nou in hemelsnaam wat aan de hemel staat? Want je kunt je dure apparatuur hebben, je kunt 5000 euro uitgegeven hebben, 200 euro uitgegeven. Mm-hmm. Maar als jij niet weet waar je heen gaat kijken, dan wordt het een heel lastige hobby. En dat onderschatten, of onderschatten, eigenlijk niet overschatten in dit geval, heel veel mensen die denken van, goh, dat is ontzettend lastig om de hemel te leren kennen. En dat valt eigenlijk nog wat mee, want het is, ja, je moet een paar sterrenbeelden in eerste instantie weten. En het belangrijkste is even de polster in dit geval. Polster is sowieso later ook voor als je duurdere spullen hebt. En als je de polster weet, en je weet dan de kleine beer, kun je gesneld schakelen in de grote beer. Zo kun je eigenlijk de patroontjes gaan herkennen. Laat je niet verrassen dat mensen altijd zeggen, ja, maar de sterrenbeelden die gaan door elkaar heen bewegen en dat soort dingen. Nee, het patroon blijft altijd hetzelfde. Maar natuurlijk, omdat de aarde ronddraait, gaan de sterrenbeelden met het seizoen wel veranderen. Maar als het eenmaal goed in je kop zit, en dat is wel het voordeel een beetje van in deze omgeving wonen, hè, een beetje vervuilingslicht, dat je niet in één keer als in een woestijn kijkt, en pas, er staan er een paar duizend. Maar ja, ik heb het enige voordeel. Dat is eigenlijk ook het enige voordeel daarvan ligt. Want dat doet ons even pijn om te zeggen in het hart. Goed, zullen we naar de volgende vraag gaan? Ja. Dit vond ik een heel aparte vraag. Waarom zijn objecten zwart-wit door de telescoop? Of was eigenlijk een tussenvraag van waarom zijn ze zwart-wit? Waarom zie ik ze niet zo als op die prachtige Hubble-foto's? En daar had ik wat voorbereid op plaatjes. Dus op zich, ja goed. Laten we even naar een plaatje kijken wat ik hier instel op het systeem. En geeft eigenlijk een beetje weer waar we het over hebben, wat de reden daarvan is. Het menselijke oog ten opzichte of vergeleken met een opening van een kijker. Ja, het menselijke oog is even een hele kleine diameter, hè, 7 mm groot bij nacht, als het echt donker is, als het echt aangepast is aan de nacht. En een telescoop die heeft meestal een grotere diameter, hè. Al deze kleine die we op tafel hebben is maar liefst 76 mm, hè. Dus dat is al ruim 10 keer zoveel. En de grotere kijkers zijn vaak rond 10 mm, 150 mm, gaan ze maar door. Dus die kunnen veel meer licht vangen dan jouw menselijk oog. En het tweede ding is, waarom zie je dingen zwart-wit? Op zich, anatomisch gezien, hè, dus lichamelijk gezien, een redelijk simpele vraag. Ik heb daar even dit plaatje voor geleend van bioinfo.nl of zo. Nou, die had een heel mooi plaatje over het menselijke oog doorgesneden. Hoe het oog verder aan elkaar zit, is natuurlijk niet heel spannend, maar aan de achterkant van het oog kennen we natuurlijk dat daar netvlies zit. En dat netvlies heeft verschillende lichtsensoren, lichtzenuwen. Die kunnen we opdelen in staafjes en kegeltjes. En die kegeltjes en die staafjes die verschillen een beetje in kenmerken. Die kegeltjes die zijn meer gevoelig voor kleuren en dat soort dingen en detail. En die staafjes die zijn veel meer gevoelig voor licht. Nou, wat gebeurt? Zoals ik net zei, de oogopening is beperkt. Een gasnevel eigenlijk is niet heel erg helder. Dus wat gebeurt als je naar zo'n gasnevel 's nachts kijkt? Dan komt er wel genoeg licht binnen voor de staafjes, maar niet meer echt genoeg licht voor de kegeltjes. En dat betekent dat je het object wel nog goed kan zien. Maar niet meer in kleuren, want ja, die staafjes die zijn wel heel erg gevoelig voor licht, maar die kennen geen kleuren herkennen. Dus je hebt dan in principe een zwart-wit beeld. Dus eigenlijk alleen bij hele heldere objecten door een telescoop ga je kleuren zien, zoals de planeten. Hè, Jupiter is bruinachtig, Mars is roodachtig en trouwens de Orionnevel die we dadelijk ook tegenkomen, dat is dit beestje. Ik kan hem eigenlijk wel even laten zien. Orion en nevel, heel mooi beestje. Hier is hij, zoals je zegt, dat is op een foto, maar als je zelf naar de Orionnevel kijkt, die nu trouwens mooi aan de hemel staat, dan zie je hem zwart-wit. Tenzij je een super duper grote superkijker hebt. Ik heb hem namelijk wel eens in het blauw of in het groen gezien. Heb je hem wel eens gezien? Ja, je ziet er inderdaad, dat is een van de, wel de weinige deep sky objects, zeg maar, waar je nog iets van kleur een beetje in gaat zien. Ja. Maar het is gewoon een fantastisch object. En ik denk een van de mooiste wel. Persoonlijk, aan de hemel, worden graag gefotografeerd daarom.
Ja, dat is zeker. Omdat het gewoon een fantastisch mooi kleurrijk object is. Ja, ja, ja. En dat is inderdaad, ja, het menselijke oog is beperkt met zwart-wit. Als je kleuren wilt zien, ja, koop een supergrote telescoop, dan zie je een beetje kleuren, maar dan heb je waarschijnlijk al snel een probleem met budget. Of begin met astrofotografie, dan kun je al die mooie objecten in kleur, ik zou nog net niet zeggen in kleur, maar wel in kleur vastleggen. Ja, mooi gesproken, goed gezegd. Ja. Ja, ik ga toch nog even met jullie terug, want we gaan een beetje van de hak op de tak. Excuses daarvoor, dat komt omdat het voor ons de eerste keer is. In deze setting. Ja, ja. Wel heel gezellig overigens. Als je kijkt, hartstikke leuk. Ik wil toch even teruggaan naar het punt. Ja, we weten al een beetje, hè, wat voor objecten zien we. Waar kunnen we kijken. Verschillende soorten telescopen. En dan zit je toch nog een beetje vast in het probleem van. Goh, ja, allemaal hartstikke leuk zo'n telescoop. Maar dan zie ik een heleboel moeilijke termen staan en al. En ik begrijp het nog niet helemaal. En als voorbeeld ga ik deze pakken hier. Dit is even een persoonlijke mening wat ik nu ga ventileren, maar ik denk dat een heleboel mensen uit deze hobby het wel met mij eens zijn. Deze telescoop is eigenlijk een van de beste allround beginnerstelescopen en ook wel voor de gevorderde mensen, zeer zeker, om de hobby mee te starten. En eigenlijk is het zo eentje, als ik hem koop, doe ik hem niet meer weg. Want, wat zie je hier nu allemaal staan? Nou ja, het merkje, het Skywatcher, dat spreekt nog voor zichzelf. En dan komt er de informatie onder. En dat is eigenlijk de informatie die je altijd ziet, alleen dit keer bij een fatsoenlijke website. Hier zie je een stukje tekst, ja, dat kun je mooi doorlezen. Ja, daar staan er een paar bepaalde dingen in. Ja, je ziet hier een stukje geschiedenis, nou, John Dobson is de ontwerper. Je ziet hier azimuth staan. En azimuth wil eigenlijk simpel zeggen, je telescoop kan een soort kruisbeweging maken. Hij kan van boven naar onder en hij kan van links naar rechts. Dat wil zeggen azimuth. We hebben nog een andere monteur, daar komen we dadelijk wel even op. Maar onthoud, azimuth, en dat is gewoon simpel gezegd, kan je naar boven, naar onder, naar links en naar rechts. Nou, wat houdt dat nou in? Dat houdt in dat je een telescoop dus niet het object gaat volgen. En omdat wij natuurlijk draaien als aarde, zal jouw object op een gegeven moment schuin door je beeld uit beeld gaan. Dus je zult hem naar boven en naar rechts een beetje bij moeten sturen iedere keer. Is dat erg? Zeker niet. Dit zijn eigenlijk de ideale telescopen, want ze lijken gigantisch groot, maar het valt op zich nog wel mee. Voor lekker met een krukje naast te gaan zitten. Kinderen kunnen mooi staan doorheen kijken. En je kunt gewoon eigenlijk als het ware rondsweepen met je telescoop. En dan komt hieronder, zie je eigenlijk de technische informatie. En dat is wel leuk, stel dat duidelijkheid over schaf. Want deze vragen krijg ik heel vaak. Van, goh, waar moet ik nou op letten? Nou, je ziet hier die magnificatie. Dat wil eigenlijk zeggen de vergroting met de lenzen die je erbij krijgt. In dit geval de oculaire, zoals wij dat meestal zeggen. Nou, je ziet, ik kan hier 48 keer en ik kan hier 120 keer mee vergroten. Dan ga ik even switchen weer terug naar het beeld waar we nu zitten. Dan kan ik je daar iets meer over uitleggen. Je ziet het in oculaire, zoals deze hier. En daar staat een heleboel tekst op. Of niet. Ligt er maar net aan of het iets duurder is of niet. En dan zie je altijd een getalletje op staan. In dit geval 6 mm. En dan staat er nog 45 graden. Gaan we terug naar de... dit is een 20 mm ongeveer. 20 mm en 45 graden. Gaan we terug naar onze webshop hier. Nou, wat moet ik nou in hemelsnaam met die 20 mm? Ik bedoel, wat staat dit voor? Kijk mee. In je telescoop zijn een paar belangrijke dingen die je moet onthouden. 1 is de diameter van je primaire spiegel in dit geval. Kan ook met een refractor zijn met je lens. Er staat dan 203 mm. Het is altijd een millimeter uitgedrukt. Nou, platweg is deze dus ongeveer 20 centimeter aan spiegel. Dan heb je de focal length. Dat wil zeggen de brandpunt. Om het simpel te maken. De brandpunt is gewoon het punt waarvan je, ja, in dit geval van je oculair, hier van je focus terug naar je spiegel. Het wil eigenlijk zeggen op het moment de lengte die het licht aflegt en het gebroken wordt van je oculair, om het moeilijker te leggen, maar onthoud gewoon een beetje deze lengte, dan heb je ongeveer een idee van waar ze het over hebben. Nou, hoe kun je nou weten wat die vergrotingen zijn? Als je dus zegt, ik heb 1200, dat is dus 1200, dit stukje weer terug, en ik stop hier een 20 mm oculair in, wat ik net in mijn handen had, dan moet je dus je 1200 delen door 20 doen. Nou, delen door 10, 120, delen door 20, 60. Dus ik ben een vergroting van het voeren van 60 keer. En waarom vergroot je? Nou, natuurlijk op bepaalde objecten zul je meer moeten inzoomen, zo te zeggen, dan op andere objecten.
is altijd het makkelijkste om met de hogere getallen in je telescoop te beginnen, daarmee te gaan zoeken en dan de lagere vergrotingen erin te stoppen. Want met de lagere vergrotingen, of met de lagere getallen, ga je natuurlijk meer vergroten. Dan hebben we eigenlijk een beetje de primaire spiegel uitgelegd, de focal length. Nou ja, dan krijg je dus een f-getal. Dat f-getal, dat wil eigenlijk zeggen die 1200 delen door de 203. En als je dat een beetje door hebt, nou, dan weet je dus waar je telescoop voor staat, hoe groot mijn spiegel is, je brandpunt. En het f-getal wil zeggen waar die verdient. Laten we zeggen f5, f6, dat is lekker allround voor alle neveltjes. Dan ga je eigenlijk ver boven de f6, f7, 8, 9, dan ga je echt naar planeten kijken. Dit is even heel plat gezegd uitgelegd van, goh, hoe zit een telescoop in elkaar? Maar dat zijn wel de aspecten waar je heel moet kijken. Alright. Ik zag net even iets in de reactie binnenkomen. Op jouw post die daar gebeurt. Even kijken, interessant hoe wekenlang het op Sony aan te schaffen is niet echt van gekomen. Ja, dat hoor je vaak, weet je. Ja. Dat is, bijvoorbeeld hier bij de Sterrenwacht, wij verkopen ook telescopen, die staan achter ons. Het is altijd interessant om misschien, als je er niet van weet, van ja, wat moet ik precies kiezen of is het wel goed, zit het ook wel een beetje leuk in elkaar, kom eens langs. Je bent er een super expert in en zeker bij een heldere avond. Er staat ook een Dobsonium, staat hier trouwens gewoon als een expo stuk in de expositie en die kan gewoon gebruikt, of die wordt gewoon normaal gebruikt ook voor het algemene publiek. En dan kun je eens komen kijken of het misschien. Ja, en sowieso als je een telescoop koopt, ja, iedereen twijfelt bij zijn eerste aankoop. Ja. Altijd, helemaal niet. Er is te veel keuze en je weet niet of het goed is. Ja. En daarom zien we zien heel vaak bij de Sterrenwacht hier mensen langskomen met de goede intentie. Hey, Sinterklaas heeft een hele mooie telescoop langsgebracht. Of iemand is jarig geweest en heeft een hele mooie telescoop van een National Geographic of zo gekocht. Ja, en dan doet het je eigenlijk pijn in het hart om te zeggen, de telescoop is eigenlijk een gammel ding. Het doet het niet zo heel goed. En zo meteen, als je hier zo achter me ziet, zo wijzen, yes. En dat is een equatoriaal, laten we dat maar azimutale kruis links. Dit is equator. Dit is wel lastig in te stellen voor iemand die er niet veel van af weet. Maar wat hier het handige aan is, dat je met één as je object kan blijven volgen. Maar er zijn dus veel verschillende dingen. Mm. En dan komen de mensen en dan staat er eigenlijk een gammel telescoopje waar je eigenlijk niet meer te voeten kan. En de eerste slechte telescoop verpest gelijk je hobby. Dan, ja, kan de motivatie natuurlijk wel. Ja. Het kan de motivatie zwaar om zeep hebben. Dus we hebben altijd liever, ga alsjeblieft dan in de buurt naar of ons of een andere sterrenwacht. Er zijn er genoeg in het land, even googelen. En vraag liever aan de mensen van, goh, en kijk ook eens een keer door verschillende telescopen. Er zijn ook startparties. Ja, ja, ja. Ja, die kun je gewoon online vinden. We hebben een Facebookgroep voor de echt geïnteresseerden. Astroforum kun je op aanmelden. Er zit eigenlijk zo'n beetje iedere serieuze amateur astronoom van Nederland in. Ja. En als je dat dan doet, dan laat je uitnodigen naar een startparty. Kijk door telescopen, wat vind ik interessant, ja, wat staat me aan, ja, wat kost het. Hè? Dan zie je ook daadwerkelijk de verschillen prijs-kwaliteit. Ja, dat is echt wel mijn topsens. Als ik het zo bij mezelf kijk, ik heb een 20er, 25er, 40er en 45er. Ik vind de 20, F6, F5 eigenlijk een mooie startmaat. Die wat we net hadden in beeld. Ja, hij staat hier, ja precies. Hij is niet erg, hij is wel groot, maar niet erg groot, niet lomp, niet super zwaar. Met 20 centimeter kom je goed uit de voeten. Je kunt heel goed de planeten zien, maar ook de goede gasnevels, sterrenstelsels, dat soort dingen. Dat is een mooi overhand kijkertje. Ja, de 20, ja. Ik weet niet, de persoon net die zei van ik twijfel om een Dobson te kopen. Ikzelf, ik heb helaas 7 telescopen thuis staan, maar de Dobson is voor mij echt gewoon het ultieme sweepmateriaal, zo noem ik het even, om door het hele hal handmatig in te gaan kijken. Het is simpel, het is stabiel, dat is het sowieso. Mm-hmm. Je kunt er goed mee, en ze zijn niet duur. Die Dobson van net, op een goed, gerust hart durf ik te zeggen, als je hem aanschaft, die, en je hebt het budget daarvoor, als je voor de kinderen komt, kom graag naar ons toe, want wij hebben een heleboel kindvriendelijke goedkope telescopen. Maar ik durf van de gerust hart te zeggen, die Dobson 20, als je hem gaat kopen, krijg je absoluut geen spijt van. Goed, nee. Dan heb ik nog even de laatste vraag. Ik moet even afwandelen, is over een wifi-telescoop. Waarbij de alignment fout gaat met een ster. En dat is, 3-ster alignment wordt genaamd. Dat is een telescoop, voor degenen die dat even niet weten. Een telescoop, een GoTo-telescoop, die natuurlijk tegenwoordig bestaat, is
port natuurlijk, moet natuurlijk uitgelijnd worden. Je moet natuurlijk weten waar die staat. Dus je op go-to voor de mensen, dat is dat je... Je typ objecten en ga naar objecten. Precies, dus automatisch. Automatisch, ja. Een volg object ook. Maar ja, om dat te weten moet zo'n computer bepaalde informatie hebben. Dat is waar ben ik, hoe laat is het, datum en tijd is. En dan zitten er bepaalde onnauwkeurigheden in het systeem. Dus wat doet het systeem? Die richt hem naar 2 of 3 sterren. Ja. En er zit een afwijking in en jij corrigeert die afwijking. En dan op een gegeven moment weet ik telescoop precies van oké, ik ben hier, ik sta zo georiënteerd. En dit zijn mijn afwijkingen in het systeem en nu kan ik alles mooi bijhouden. En de vraagstelsel van deze vraag, die had een probleem met het alignen van de derde ster. Dus de eerste ster ging goed schijnen, maar als ik het goed begrijp, de tweede ook. En de derde was van, nee, alignment failed, doet niet. Dus een, waarschijnlijk een te grote afwijking. Ik denk dat het een beetje moeilijk is om hier zo uit de reden uit te zoeken. Maar, je ziet ook de problemen met zo'n telescoop. Hè? Dan koop je zo'n mooi instrument en werken doen ze, maar je moet er echt mee kunnen omgaan. En als er een probleem ontstaat, dan weet je het vaak goed niet meer als je er geen ervaring mee hebt. Ik durf ook niet precies te zeggen wat het probleem is. Wel kan ik tip geven, zet alle wifi-signalen om je heen uit. Want die dingen zijn behoorlijk storend. Ja, ik denk dat het een alignment probleem is. Ik denk eerder dat wat ik vaak bij mezelf heb gezien, of aan het begin bij mezelf heb gezien, en ook bij andere mensen die hier bijkomen, is dat ze het ding niet naar het noorden richten, of dat het enorm scheef staat, of dat ze toch de verkeerde ster hebben geselecteerd. Ja, dat komt heel vaak voor. Want het ding zegt van oké, ik richt hem nu op de ster Deneb. Staat Deneb in beeld? Ja, dan moet je natuurlijk weten waar Deneb staat. Bijvoorbeeld, het is meestal wel een heldere ster. Ik geloof dat ze kwam uit België. Ja, volgens mij wel. Ja, ik raad aan, wij zitten in Limburg, Nederlands Limburg, in Heerlen. Mocht je niet te ver uit de buurt wonen, dat ze hier langs komt en wij kunnen vrijblijvend eens kijken of hier hobbyisten, we hebben een hobbyistengroep hier, die kunnen eens kijken of ze daar misschien een oplossing voor kunnen vinden of zo. Of als bij jezelf in België ben ik ook verschillende sterrenwachten, hele goede sterrenwachten, een hele actieve gebruikersgroep. Eigen ervaring weet ik dat die mensen heel erg bereid zijn om je daarbij op weg te helpen om te zien of dat een gebruikersfout is, om het maar even zo te zeggen, of misschien een equipment op een geval. Ja, en precies ook als je gaat uitleiden met zo'n deal meteen, een simpele tip. Je hebt altijd op telescoop bezoekertjes, maar je hebt ook van die rebels, dat zijn dit. Dat zijn eigenlijk hetzelfde als op een wapen, er komt een lampje hier, het schijnt op met een rood puntje. En met dat rood puntje kun je dan doorheen te kijken zo de hemel afgaan. Maar als je zoiets doet, zorg je altijd dat je iets van een rebel ernaast hebt. Dat je ook zelf met een goed afgesteld instrument ernaast kunt zien of je daadwerkelijk op de goede ster zit. Want ga er alsjeblieft niet vanuit, voor mensen die zo'n ding aanschaffen, dat het in één keer allemaal goed gaat. Want in alles een beetje deze hobby, je moet als mens zelf gaan corrigeren. Techniek staat voor niks, maar het is niet foutloos. Zeker niet. That's it. Goed. Ja. Even kijken. Ja, daar was enige hier op de lijst ook staan, de sterrenhemel van vanavond. Heb je nog wat anders gedaan voordat we daar nu gaan? Nee, ik denk dat wel eigenlijk, nogmaals, kom gerust langs. Kunnen we dieper over dingen. Het is nu heel moeilijk. We hebben ook een paar keer gevloekt in de kerk, denk ik wel even, met bepaalde dingen. Maar kom gewoon even langs of ga in de sterrenwagentuur. Praat daar met mensen over deze hobby. Als je echt wil starten, dan krijg je breder advies, kun je specifieke vragen stellen. En wil je eigenlijk gewoon even nu meenemen naar onze sterrenhemel actueel. Onthoud, wij zijn over welke taal 20 minuten om 7:30 tot een uur of 11:30 open. Het is hartstikke onhelder. Het is hartstikke onhelder, maar het is wel hartstikke gezellig. Ja, yes. Goed, de sterrenhemel, als het helder was geweest, ook de komende dagen. Als je leek naar boven kijkt, zie je natuurlijk een hoop witte en gele puntjes. Allemaal leuk en aardig, wat zijn die allemaal? Geen idee. Daarom hebben we verschillende manieren. Ja. We hebben de analoge manier, dat is deze geweldige sterrenkaart. En deze sterrenkaart heeft als voorbeeld dat je hem mee naar buiten kunt nemen in combinatie met een rood lampje. En dan live de sterrenhemel eigenlijk voor je neus hebt. Een warm rood licht? Waarom gebruiken we rood licht? Waarom gebruiken we rood licht, zeg het maar. Nou, rood licht is zo, hè, als je wat de meeste mensen doen is 's avonds gaan staan met een kaart of met een telescoop. Telefoon ernaast, hup, flitser aan. Op de kaart. En wat gebeurt dan? Ja, jouw ogen moeten wennen aan het donker. Dan heb je veel omgevingslicht, maar toch, je bent relatief in het donker. Ga je wit licht gebruiken, dan is in één keer, hup, je nachtzicht weg, in dit geval. Dan zie je niks. En dan zie je niks, dan zie je behoorlijk weinig, laat ik het zo zeggen. En met rood licht breek je nachtzicht niet. Dus eigenlijk een klein rood lampje is altijd de beste tip. Ik ga even een kop koffie halen, ik praat je hem even door. Doet hij gewoon, schitterend.
Maar dit soort sterrenkaarten, dat zijn eigenlijk gewoon hartstikke leuke, simpele, ook voor kinderen te gebruiken kaarten. Je zet hem gewoon op een tijdzone af. Je kunt schuiven met de kaart en eigenlijk kun je dan per seizoen, per datum zien wat aan de hemel te zien is. Je moet wel nog naar de goede windrichting houden, anders gaat het heel lastig worden. Maar tegenwoordig hebben we veel makkelijkere systemen. Ja, techniek. Veel makkelijkere systemen, techniek. Ik ga Chris even uitleggen nu. Digitaal, hè. Ja, ik laat het meteen zien. We beginnen gewoon over de sterrenhemel. Ik pak altijd een deel van het hemelsoverzicht wat goed is voor beginners. De mensen die gevorderd zijn met de hobby, die weten echt wel wat nu aan de hemel zichtbaar is. De mensen die er niet zijn, die zijn nog vaak een beetje aan het zoeken. We gaan even kijken naar een live sterrenhemel boven Heerlen, als ik hem eventjes hier kan vinden. Yes, daar is hij. Zo. Als het nu helder is en je kijkt richting het zuiden, de S van zuiden, dan zie je ongeveer wat we hier zien. Want dit is de sterrenhemel boven Heerlen, dus boven Nederland, boven Noord-Europa, rond een uur of acht. En wij gaan ons eventjes concentreren op het middengebied, waar we Orion en het sterrenbeeld Stier zien, want daar zitten heel veel objecten die we met een kleine telescoop en met verrekijkers toch mooi kunnen bekijken. Nou, wil je dat in de toekomst zelf doen? Geen probleem. De software die je hier ziet op het scherm nu, die kun je gewoon gratis downloaden van het internet. En die software die noemen wij Stellarium. En Stellarium kun je downloaden van stellarium.org. Schrijf het even op, maak er een foto van, wat dan ook. Hij is ook een appvorm, maar dan kost hij min een paar euro, 3 euro of zoiets. Oh, okay. Hij is ook een appvorm, yes. Er is ook nog een telefoonapp, nog handiger. Dan kun je buiten staan met de telefoon en de Stellarium live bekijken. www.stellarium.org, super gaaf en mooi programma. Mocht je ooit met de hobby verder gaan en een telescoop hebben en dat soort dingen, kun je die ook nog op met de software verbinden als die telescoop het ondersteunt en kun je hem ook nog zo netjes aansturen. Ja goed, laten we ons even concentreren op het Orion Stier gedeelte. Als je nou naar het zuiden kijkt, dan zie je vooral het sterrenbeeld Orion. En sterrenbeeld Orion zien we hier een beetje links midden van het beeld, typeren door die drie sterretjes op een rij. Ja, er staat echt één supermooi object in waar we net over hebben gehad. Prachtig om te zien met een kleine telescoop. Supermooi om met een grote telescoop te zien. En prachtig om te zien met een verrekijker. Zeker als een verrekijkerobject op een donkere hemel hebben we het zogenaamde Orionnevel. Yes, deze. Dit beestje staat midden in het sterrenbeeld Orion. En als je al zelfs met het blote oog naar het sterrenbeeld kijkt, en ik zal even kijken hoe het dan uitziet, dan zie je hier inderdaad die drie sterren op een rij die een beetje horizontaal staan. En daaronder zie je drie kleine verticale sterretjes. En zeker het middelste sterretje is niet echt een sterretje, dat is eigenlijk een soort nevel, of dat is een nevel. De zogenaamde Orionnevel die we dus hier zien. Nou, als je hier een verrekijker op richt, iedere verrekijker zie je al dus de algemene structuur van de nevel. Je ziet een grote wazige vlek, je ziet daar een paar sterretjes in. En deze nevel is eigenlijk was ooit een hele grote, donkere, geïoniseerde waterstofwolk. Even een paar moeilijke woorden in de mond te nemen. En ooit lichtte die wolk op, want zo'n wolken staan erom bekend dat er sterrenvorming plaatsvindt. En als die sterren eenmaal licht gaan schijnen, dan lichtte die wolken heel erg mooi op. En dat zien we ook op deze foto. We zien die mooie filamenten, die wolk hier. En in het midden zien we enkele vrij jonge sterretjes, die zijn pas een paar miljoen jaar oud. Dat is op kosmische schaal, stelt dat niet voor. En, ja, deze is zeker heel erg mooi te zien. Het staat nu in het zuiden van de sterrenhemel en mocht het ooit helder zijn de komende dagen, hopelijk verandert dat, want Nederland heeft de laatste tijd niet zo'n prachtig weer. Het is 2 maanden slecht weer al. Dus. Ja, dus. Maar goed, de beestje is nog wel zichtbaar van maandje of twee denk ik, maandje of 2, 3 als je geluk hebt. En zeker naar gaan kijken. Als we daar toch in de buurt zitten bij Orion, een sterrenbeeld daarboven, dat is... Oeps, dat is het verkeerde plaatje. Daarboven zien we, als je zeker recht omhoog kijkt, zie je een bekend sterrenbeeld, wat voor veel mensen bekend is, ook een beetje onder de neken. Is eigenlijk een supergrote W of een M die in de lucht hangt, het sterrenbeeld Cassiopeia. Ja, wat is zo interessant aan het sterrenbeeld zelf? Ik vind het altijd een verrekijkobject. Het is, als ik eventjes ditzelfde sterrenbeeld pak, maar dan er een echte foto van pak, dan zie je dat, je ziet die vijf heldere sterren. En daaromheen zie je eigenlijk allemaal klein grut. En dat kleine grut is op deze foto niet heel goed zichtbaar. Maar als je daar verder kijkt op richt, dan zie je dat je allerlei soorten grote open en kleine sterrenhopen tegenkomt. Een heel mooi object om eens een keer met de verrekijker rustig doorheen te kijken. Of met een telescoop met een lage vergroting.
Er zit nog een heel interessant object in de buurt. Zou je dat weten welke dat is? Een interessante sterren ook. Twee zelfs. In Cassiopeia? In de buurt van Cassiopeia. Oh, dan zou ik zeggen de dubbelcluster. Nee, zeker niet overstaan, dat is het. De dubbelcluster. Ja, heel mooi object. Prachtig. Eigenlijk alleen goed te zien met de verrekijker. Met een telescoop kijk je er een beetje doorheen of plezier één van de twee. Ja, of je moet dan echt zoals een 20 centimeter hebben en dan een oculair erin hebben, want we lastig met een gigantisch groot beeldveld. Ja. Dan zou je hem in één beeldveld kunnen zien, maar vaak met de meeste telescoopjes ga je hem lekker aan de hoeken afsnijden. Dat is gewoon zonder van het object. Het is echt een van de OA die boven ook dat de top 10 ja, toch wel, ja. Dagelijks mooiste objecten. Zo. Voor, ik vind het heel erg mooi. Ja. Ook verschillende kleuren sterren, dat zie je op die foto ook een beetje. Ja. En als je een beetje een goede telescoop hebt, dan zie je die dan ook. Yes. Daar hebben we nog het sterbeeld Stier, of Taurus. En daar zitten heel veel objecten in die eigenlijk voor een telescoop, voor grotere telescopen meer geschikt zijn. Maar één object kennen we allemaal, denk ik wel. Als je nu naar boven kijkt, boven Orion direct naar de hemel kijkt, ziet u altijd een wit wolkje in de lucht hangen, als het helder is. Een klein, mini klein badje, een klein wolkje is dat. Zeven gesternte. Ik moet zeggen, maar dat is dat de grote, kleine vers van de grote beer. Klein steelpannetje eventueel. Ja, eigenlijk wel. Ja, dus, ja, dat zien we hier ook. Als je daar met de verrekijker naar kijkt, dan zie je dit niet. Absoluut niet. Maar je ziet natuurlijk wel de hartstikke mooie open sterren op Pleiade, het zeven gesternte. Als je daar een camera op richt, zie je die mooie nevelstructuren eromheen. Ja. Wil je die net echt zien, dan heb je een hele erge grote telescoop nodig. En daarmee bedoel ik een telescoop in een hele grote opening. Dat er heel veel licht gevangen wordt. En dan zou je daar hints van kunnen zien. Maar ook zonder nevelstructuur is dit sterrenobject, deze sterrenhoop, een prachtig object om te kijken. Zeker met een verrekijker. Ja, ja, zeker. Een heel mooi verrekijkerobject. Ja, wat hebben we nog meer? Ja, dat is goed. Ja, dan wil ik als laatste nog als object aantippen. En omdat we toch bij Cassiopeia, bij die gekke M in de buurt zitten, dat was dit object. Als je iets naar onder gaat, dan kom je het object Andromeda tegen. En we zien hier rechts een beetje boven beeld zien we de M op de kant liggen. Of het is nu een W, dus ik noem geen M. En als we dan naar onder gaan, dan zie je tussen die vier hoekjes in, zie je een klein langgerekt object. En zo klein is het niet. Dat is onze buurman, Andromeda, sterrenstelsel. Ook een super gaaf object om nu te bekijken met een verrekijker of een kleine telescoop, of een grote telescoop met een lage vergroting, zodat je het object mooi in beeld hebt. En ooit worden wij één met Andromeda. En misschien wel een grappig verhaal over Andromeda. Dit is hem, maar dan wel natuurlijk gefotografeerd. Heel lang, heel veel beelden over elkaar heen en heel veel nabewerking. Dat gebeurt met al deze foto's, dames en heren. Even voor duidelijkheid. Hier zit een paar uur werk in. En dit ga je niet met je blote oog zien. Je kunt wel, als je met een telescoop kijkt, of je de muis dat kan zien, je ziet hier wel duidelijk in het donker gebied de structuur van. Dat is dat mooie in deze hobby, hè? Zwart-wit en dan de structuur en de contouren zien. Ja. Mooi leuk verhaaltje over Andromeda, is echt een leuk verrekijkerobject. Met je telescoop kijk je vaak alleen maar hier naar die belichte kern toe. Mm-hmm. Maar een heel mooi verhaal is dat ook een keer de stroom bij mij is uitgevallen in de wijk en omgeving. En het eerste wat ik deed was een verrekijker pakken en ben ik naar Andromeda gekeken. Ja. Zo mooi hebben we nooit gezien, want we waren ons even hier in de woestijn, zeg maar. Het stond al wat omgevingsleek. Dus mij mag die stroom vaker in de wijk uitvallen. Gaat helaas niet gebeuren, vrees ik. Niet te lang, want het wordt met bier wel, want het is maximaal een half uur. Maar ja, dat is zeker een hele... Wat ik wel even terug wil, als we even terug kunnen gaan naar het punt van ons hemeloverzicht. Wat is Stellarenbier? Super programma. Ik wil wel even voor een paar kleine dingetjes gaan waken. Dit is een heel... toch wel een heel uitgebreid programma, waar je heel veel objecten in kan zien. Maar het zit wel zo dat, je ziet hier bijvoorbeeld de volgende sterbeeld, hij heet Orion, is tweeling, Voelman, Stier, Pegasus, hier zit een Andromeda. Dat leer je allemaal vanzelf als je de patroontjes gaat herkennen. Maar verkijk je niet erop dat je iedere avond natuurlijk helemaal mooi duidelijk deze sterretjes ziet. Want vaak door het omgevingslicht en de weersomstandigheden, etc. zie je meestal maar eigenlijk de heldere en die mindere sterretjes. Ja, ik ga niet de hele werking van uitleggen, maar die zie je dan soms niet. Dus je moet echt op gaan letten naar, hey, wat zie ik? Welk deel van het patroon van wat ik daar zie, kan ik erin ontdekken? Mm-hmm. En dan ga zo eens rustig, in plaats van met je telescoop, gewoon eens rustig een avond zitten, patroontjes leren. En als je dan weet, daar moet een object staan wat je kan zien in die database, ga dan eens voorzichtig op zoek. Dus dat is de tip. We moeten er een beetje een einde aan maken, want er staan al mensen voor de deur. We kunnen binnenlaten en die komen de sterren ook bezoeken.
Dus, goed, that's it voor vandaag. Yes. Hopen dat je het leuk vond. Ja, als je er iets van hebben opgestoken, die zijn, als er vragen zijn, kunnen ze nog altijd op onze pagina. Want hebben die echt maar misschien nog geen 3-4% verteld van wat er allemaal kan. Nee. Maar dat is ook het lastige aan deze hobby, is dat je gewoon heel veel hebt. En dat maakt het zo gaaf, want vergeet niet omhoog te kijken, is het mooiste wat je hebt. Ja, af en toe wel rechtdoor, vooruit, want anders gaat het fout vrezen. Je moet aanbouw tegenkomt en dat dan moet je niet willen. Nee. Maar in ieder geval, mocht je nog willen langskomen, doe dat gerust. Het is behoorlijk, maar... Goed, we zijn nu open en zoals zij net al zegt, kom gerust een keer langs. En we hebben ook binnenkort de sterrenkijkdagen op 23 en 24 februari vanaf 7 uur 's avonds. Alles te doen en te zien. Zeker als meerdere telescopen, als het helder is, objecten, maan, schitterend. En blijf zeker onze Facebook, Instagram en Twitter volgen. En als je het niet gedaan hebt, liken. Subscribe. Nou, bedankt voor het kijken. Ik wens jullie een fijne avond en tot ziens. Fijne avond.